kan niet. Hoor je daar? Ik wil iedereen vragen, hoe heeft de Veuwe ook naar voren? Dat ja, is hier het beste. Voor een beetje mis. Dan wil ik vragen aan de mensen die achter daar bij het podium staan, want dat gaat even free willen maken. Dat is wel even praktisch. Ja. Ook hartelijk welkom burgemeester Duijs natuurlijk. Anders zou ik het even nopjes vandaag, want dan prachtig weer. De burgemeester is er en ik heb achter me gekeken. Het protocol is er ook. Wie nou al daar? Behalve Boerderieke, daar hebben we eigenlijk al niks van horen. Maar de laatste berichten binnen als ze me aan zien lopen in het Durfsbos aan de handel, hè, gaat tegen een rondje aan het kuieren is. Dus ja, dat is op zich wel jammer, want ik kan horen dat hij nu als laatste jaar van de grootste boer had hierna de gemeente eigenlijk iets zou voorstellen, namelijk wat die boswacht wil worden van het nieuwe bos. Dat komt toch, burgemeester? Ja, dat komt. Dus ik ga voor je van groot persoon, u ziet er fantastisch uit. Dat klopt inderdaad. Het gemeentebestuur heeft besloten om een boswachter aan te stellen. We hebben nog niet zoveel bos in onze gemeente, maar we hebben wel ontdekt dat het bos in groot persoon het hardste groeit. Vandaar dat de boswachter komt uit groot persoon. En dan hoop ik maar dat hij komt, want we hebben hier in het kader van de groenvoorziening hebben we een plantsoen neergezet hier op het Dorpsplein. U ziet dat hier. En wat wel in het geval, dat plantsoen hier, dat gaan we straks een naam geven. En dat krijgt de naam van de man die er op dit moment nog niet is. De man die afscheid neemt. Boerderieke. Maar dan moet hij wel hier naartoe komen. Dus ik hoop van harte dat hij komt. Ik stel voor dat we maar eens even kijken waar hij blijft. Ja, inderdaad, burgemeester. En dat wil ik eigenlijk ook niet zonder het protocol doen. Dus ik wil eigenlijk, jongens, voorstellen, Prins Wijten. Hartelijk welkom in ons midden en het is mij een grote eer u zo dadelijk de sleutel van groot persoon te overhandigen. En daarmee overhandig ik het gezag van deze prachtige kern aan u. U bent de baas en dat vertrouw ik u van harte toe. Ik wens u allen een heel gezellig carnavalsfeest. Maak er iets leuks van, maak er iets vrolijks van, maak er iets goeds van. Hierbij overhandig ik Prins Wijten de sleutel van groot persoon. Maar ik doe dat niet alleen, want ik heb er altijd een hele gevolgfobie om dat allemaal te regelen. En die ga ik nu aan iedereen voorstellen, natuurlijk mijn linker, mijn rechterhand, mijn steun en toeverlaat, die me helpt in de moeilijke momenten die ook komen zijn, als ik er even doorheen zit, naar Keuvers! En naast Markomus hebben we ook nog de man met eigenlijk het makkelijkste pijntje van jouw grote soort, omdat er hier nooit niks gebeurt, Plissiwetto. Oh,
opgeroepen zit, die gelijk opkomen over de toekomst. Het jeugdprocesje van dit jaar is Prinses Amber. Dat hij maar weggezet is een dagelijks rondje met dat hij hier over het dorp loopt. Dan zal met die muziek gaan aanzetten. Dat denk ik dat Boer Drieke misschien wel zo tevoorschijn komt. Of wat er aan wat opkwam, te zien we dat wij een mooie korvo wordt getuurd hebben, hè? Prachtig! Alleen, je bent al een beetje te vroeg op ons sporen, want je bent al laat in functie totdat er ons gevallen is. Dat wel. En de burgemeester, die heeft ook nog wat over moeten vertellen. Oh, oh! Dus hij hier nog zo, dat je wel eens toekomt, maar dat is even goed naar de woorden van de burgemeester moest doen. Ik zet er even vast aan, hè, weet je. Dan kom ik eraf. Goeie Lieke! Ja, ben je mee? Sta je mee? Uit de lijn stil, heel goed. Ja. Hartelijk welkom. Ik kom naar beneden. En dan zullen we nou eens even naar dat schavantje gaan daar. Dat zal ik doen. Ja. Ik kom eraan. Ja. Dan moet ik nog afzien te komen. Ik ben een stramme bot. Daar ben ik. Ja, prima. En vandaar ook dat het gemeentebestuur u benoemd heeft tot boswachter. Ja, we dachten van, die kan je niet meer doen, dus dan moet je een andere bellen. Maar goed dat wij hier staan. Dames en heren, kinderen, voor je Loeskes van Grootbezot, het gemeentebestuur van Toren is apetrots op de cultuur van carnaval hier in deze prachtige kerk. En vandaar ook deze mooie middag dat ik hier naartoe ben gekomen. Eerste plaats om te zeggen dat wij waaien dagen zal vinden. En in de tweede plaats omdat het vandaag het laatste jaar is dat broeder Rieke in ons midden is. Dat spijt ons natuurlijk allemaal, of niet? Dat klinkt niet overtuigend, dat spijt ons allemaal weer. Prima. Nou, we hebben niet in orde, hè? Dat is niet jammer. Maar ja, een besluit is een besluit, hè? Ja, dat moet u weten. Ja, dat moet u weten. Ja, dan moet ik niet meer op terugkomen. Nee, dat is zo. Ja, dat gebeurt af en toe wel eens, hè? Ja, dat klopt. Maar niet hier. Nee. Goed, Rieke, in deze geweldige sfeer ambiance gaan wij afscheid van u nemen. En
Het gemeentebestuur heeft gedacht, wat moeten wij daar nou aan doen? Dan denk je aan ereburger van Groot Pezoot. En waar gedacht? En toen dachten we van, moet je niet een prinselijke onderscheiding krijgen? Ja, daar staat de prins. En hij heeft mij niet verteld dat er een prinselijke onderscheiding in zit. Nee. Maar we hebben daar iets anders op bedacht. Ja. Want we staan hier op een prachtig podium en dit is het dorps. Bosje, het plantsoen hier in Groot Pezoot. Dames en heren, we hebben goed naar u geluisterd als gemeentebestuur. We bouwen het niet vol met bomen, want daar kunnen hier geen activiteiten meer plaatsvinden. Maar we hebben een plantsoentje. En dat plantsoentje, dat moet een naam hebben. Ah, ja. En als eerbewijs voor de cultuur van carnaval hier in Groot Pezoot, hebben wij hier uw naam aan verbonden, broeder Rieke. Ja. En ik stel voor dat wij samen dit prachtige ding, deze prachtige naam gaan onthullen. Lukt dat tot ons beiden, denkt u? Tot slot, hallo, ik kan niet meer wachten. U kan niet meer wachten, mogen wij beginnen? Akkoord, daar gaat hij. Met z'n tweeën. Genoemd wordt, dat betekent ook dat je het goed moet onderhouden. Ja. Daarbij wens ik u veel succes. En bedankt dat u al die jaren voor de mooie dagen hier in Groot Pezoot hebt gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Dank u wel. Dames en heren, heer aan het. Beetje van mij. Vloer en ik daar, ja, het tijd daar even niet in. Voel mij dat een beetje anti van hun, van mij, van mijn mond vol tanden. Denk ik hem niet, van hun bezoek, nu. Nee, linkplassoen en ook moeder niet geplassoen. Ik zou de burgemeester willen vragen, dus kunnen we nu een plekje in de bos afpassen? Trouwens, meneer de burgemeester, het zou ook wel een goede idee. Een mooie zoon te vinden, hem weet het, zou de toppeester misschien gewoon verder. Maar dan misschien een jonge grote foto van een keer, drie keer, of niet? Dat zou misschien wel kunnen. Maar burgemeester, ik ben er echt hartstikke vereerd mee. En ik denk dat alle voor ook wel, en ik bedoel blij en dat. In Baren, in het krabbelhand, daar zo'n een neuzenbol. En misschien al nog eens terug te doen, want voor hier een neuzenbol daarin. Nee, maar weet je wat? Ik kan niet wachten om eens in de eigen bos te kijken. Ik ga eens even kijken naar bos. Wat er te neuzen valt en wat er mooie bomen staan. Ik zie dat elkaar kaart op mijn ben, dat ook wat prachtig. Ik ga even kijken. Nee. Ja, Lucie zei voor een verschrikkelijk lang kan gaan duren voordat men u de bos tevoorschijn komt. Dus misschien is het een goed idee dat de bandjes door het motto lied van dit jaar willen spelen. En waarschijnlijk komt de nooit nog wel eens een keer tevoorschijn, maar we staan er ook zo maar te wachten. Dus bandjes, als jullie het motto lied zouden willen spelen, graag.
Ik kom weer bij. Klik maar jongen, een soort flipmassen. Mooi, weet je wel. Ja, dat is ook in dit geval. Hé, hey, of hoe lang is die neeslaat? Man, dat is echt. Nee, ik ben er voor op het indruk. Ik heb mijn boos in en ik word de lucht tegengeteld. Dit is eigenlijk geweldig. Eigenlijk op mijn neus valt er weer niet toe. Dus ik heb ook een 30 jaar, ik had die vlak. Hé? Hey. Oh, mevrouw, wat is dat? Je wilt het je nog te verstoppen. We waren geniet in Puerto Rico. Want dat is het hoogste punt wat hij hier verdient. En ik weet dat ze nog buren door kan gaan met praten. En als hier bij deze haal achter het dorp. Maar er staan een hoop molusjes en vleien. Die al weken bezig geweest ben om onder waaiertje te paaien. En die had dat graag al alle maas op grote soorten willen laten zien. Dus als hier nu weer naar beneden komt, op je wagen gaan stappen, dan gaan wij op onze pronkwagen en dan gaan we lekker dit dorp keuren. Dan wil ik wel even aan de Lucies en de Vooien hier vooral vragen of je dadelijk even een eindje achter u kan gaan, zodat de wagen van Puerto Rico kan aansluiten aan de pronkwagen. We zien jullie zo op het dorp. Hey, zo is wat te doen, we zeggen weer. Ja, dat doe je toch wel, hè?
Thank you.
natuurlijk. Je moet wel goed het vakje komen. Probeer maar eens. Ik hoor niks. Nee, ik hoor ook niks. Ja. Bedankt voor je medewerking. Als je weet. De verhuring zal handen liggen van omstanders. Maar ik denk dat je een goede kans maakt. Go, go, go.
gaan we natuurlijk niet vieren zonder dat we de onze vier figuren en het jeugdgevolg bijhouden hebben. Ik zou jullie willen vragen, ook zometeen de naam opnoemen van de prins en de nar. Allemaal met z'n allen drie keer tisseren zijn. Zullen we het afspreken? Nou, dan gaan we natuurlijk beginnen met de alleroogste der oogste. De man die al net de sleutel gekregen heeft van Groot Persoonlijk. Ik zou zeggen, drie keer tisseren voor onze prins, Wijten! Gezien hebben, heeft de prins natuurlijk een heel knap prinsesje van het jaar. Ik zou willen zeggen, drie keer de sfeer voor ons jeugdprinsesje Amber!
En daar hebben we iets heel moois van maken samen voor Boerder Rico. Dat denk je wel verdiend. Zat we even wat te rusten, een beetje chips eten, een glasje cola te drinken. En het was weer zulke werk hoor. Boerder Rico begon weer, op te scheppen over zijn tekeningen. Hij had weer zoveel tekeningen gehad, zei hij. Hij zei, dat kunnen jullie langer na niet aan tippen. Ik heb er veel meer dan jullie. Maar dat is geen waar. En we zullen nooit zorgen dat in het laatste jaar dat Boerder Rico de meeste tekeningen kreeg. Ik geloof dat alle bloemetjes en al bij mijn rug gedeeld. We hadden afgesproken op de school en Boerder Rico weet echt van niks hoor. Dat jullie allemaal zouden gaan liggen als het land van Boerder Rico. Hem er op jullie rug liggen. Ivo dan ook. Even oppassen aan geen schoentjes roepen. De Rieke. Hey, kom eens. Witte. Zie je wat? Die is nog bezig. Kom maar in de meeste tekeningen. Ik vind het prachtig. Ik ga zo mijn tekeningen. Ja, jongens. Dat vinden jullie. Ik ben blij dat jij hier weer op voorgezegd bent. Dan kan ik zoals gemakkelijk weer de meeste tekeningen in de vak gaan nemen. Al die kinderen zijn. Drie keer. Moet eens uitschrijven met dat opscheppen over die tekeningen. Ja, wat doe je dan? Nu zie ik je een hele dag bij, heb je mee? Jij ook nog een boerenlostie. Ben je nu daar wel geweest op je land? Ik heb mijn land geweest, ja. Ja, ik zie dat daar zo voor me. Dat je de zwinters op je land staat uit te kijken. Hey, en dat je er aan het kijken bent wat alles aan groeien is. Ja, ik zie het. Dat klopt, weet je. Maar in de winter, dan groeit er niks in. Dat weet je toch wel. Het groeit toch al bij het voorjaar of in de zomer, dat weet je toch. En dan heb je bloemen zo op de land staan. Ik heb bloemetjes in. En Rieke, die bloemetjes, hè. Hoe doe je dat water heen? Met je hiertje zeker, of niet? Weet niet. Je weet toch. Ik had boerenknas! Ik had boerenknas! En dat tot drie tellen bij die boerenknas. De hoeheid zal dit een sprielen met water over dat land. En dat komt mijn stel zijn bommetjes altijd grappig hoor. En dat heb ik. Ik geloof er helemaal niks van. Dat zou ik nog eens willen zien. Mocht ik eens wel doen? Doe het eens voor. Dat is tot drie tellen dan bij je. Als je dat kan, ja, dat zou heel veel knas zijn. Als je er altijd, ja, strelen water hoor. Ik tel het tot drie. Dat is goed. Moet je dat plakken? Je? Yeah. 3G. Ik denk dat al die lusjes voor jou een cadeau hebben, omdat je nu voor het laatste jaar er bent. Dus als de band het motto-lied zou willen spelen, dan kunnen de lusjes al die cadeaus aan jou geven.
En ik weet er zeker dat elk jaar in het voorjaar altijd die bloemen mee gaan bloeien. Dus dat altijd aan jullie die. Ja, dat is de prijsuitreiking van de optocht. En dan wil ik vragen of wat alle deelnemers van de optocht die aan meegedaan hebben, wat die hier naar voren willen komen. Zowel we dat op een goede manier als erachter, dat mag ook hoor. Liefjes en vlooien, ik moet zeggen, het was een fantastisch mooie optocht. Er waren zoveel mooie creaties en het was zo ontiegelijk hartstikke keidruk op groot persoon dat ze de toegangswegen tot ons dorp binnen hebben tot een afsluiting. Want iedereen zien we het groeien en er komen ook steeds meer mensen van buiten Vosmeer, van buiten grote soort, hier naar de optocht kijken. Ze komen van Steven en zijn tonen overal gedaan, omdat het zo mooi is en wij het hier zo goed doen. We hebben beginnen met de prijsuitreiking. En dat doen we met de enkelingen en de paren. De tweede prijs, de nieuwe drogist. Dat monden van je wagen is, hoe kan ze groeien? Want die maas die staan ook net als wij graag aan de belangstelling. En die hebben eigenlijk veel liever dan hun naam noemen. Dus die eerste prijs, hoe kan ze groeien? De dammetjes. De derde prijs bij de kleine groepen, de Bosbeek.
kleine groepen. De verkiezing bij Factor. Oh,
even naar mij. Ja, ik doe nog maar even. Ik doe nog maar even de pas. We hebben hier zo een receptieboek. Waar we 22.000 mensen wat ingeschreven hebben. En die noemen we, die geven we hun naam van Boerenverdriet. Bas. We gaan verder met de uitreiking van de prijzen. En een speciale kinderprijs hebben we doen. En als eerste de Prins Wijdenprijs. En die is dat de beste ingespeeldheid waar de kinderen het meest van gedaan hebben en ingespeeld hebben op het motto. En die is gewonnen door Kidse Co. De meest originele creatie van dit jaar, het mobiele bos. De Boer de Riekenprijs, dat is de prijs voor de act met het meeste activiteit onderweg. En die is dit jaar gewonnen door Quint de Visser.
prijs, de juryprijs, de wisselpokaal, voor het motto. En die mensen die kunnen maar een nieuwe prijzenkast gaan bouwen, wat is gewonnen door Boerenverdriet. En jouw beste lusjes en glooien, we willen aan het eind van de prijzentrekking van de optocht. En dat betekent dat we ook aan het eind van het glooiencircus zijn. Dus we moeten afscheid gaan nemen van ons jeugdvervolg. En dan wil ik iedereen vragen, kom er een keer voor die dranghekken naartoe en kom hier op de knieën zitten voor het jeugdvervolg. Zullen we dat zijn vanavond en vannacht ook nog op de stadse mispit. Ga er op de knieën zitten, lusjes. Die glooien daarop, komt er gezellig bij. Allemaal op de knieën, dan zullen we zo, gaan we lekker de boeren, bruinhuizen, herk op de knieën van Keuken volg, de rest die volgt. En dan zullen we de namzorgen nu, het lied van de Keuken volg, inzetten. Bedankt!